Welkom in Koh Samui deze keer. Wij zitten op dit moment in Lamai Beach en wij gaan een maand Muay Thai doen. Dit is iets waar we echt al 2 jaar naar uit hebben gekeken. Hier hadden wij het al over toen we nog in Nederland waren. Wij hebben ons ingeschreven bij Panchit Gym. Dit sprak ons gewoon heel erg aan omdat het echt best wel nieuw eruit ziet allemaal en schoon. En dit is ons verblijfje voor de komende maand. Over de trainingen, ja, ik denk dat het de hele maand gewoon alleen maar trainen wordt natuurlijk. En even kijken hoe ons lichaam het gaat volhouden. Dus in de ochtend is het 2 uur trainen en in de avond is het 1,5 uur trainen. Ja, waarschijnlijk aan het einde van de maand gaan we naar 4 uur toe. Dat is dus ook 2 uur, dus dan heb je 2 keer 2 uur. Dus ik ben heel erg benieuwd. De trainingen zijn echt best wel heel erg pittig. En na 1,5 jaar niks doen, gaat het waarschijnlijk wel even een shock worden voor ons lichaam. Maar goed, we hebben er echt super veel zin in. En we gaan jullie meenemen. Tenminste, ik ga proberen elke week eventjes mijn camera mee te nemen. Yeah.
Het is nu zaterdag en we gaan eindelijk een beetje verder dan de strandjes waar we geweest zijn de laatste 2 weken. We gaan eindelijk vloggen weer. Eindelijk! 2 weken bijna de camera niet aangehouden. Yeah. Aangeraakt. Ja, we zijn alleen maar keihard bezig geweest met trainen. We zijn een beetje ziek geweest van het harde trainen. Ons lichaam was gewoon echt een beetje aan het opgeven. Vandaag gaan we naar een waterval toe en we gaan zo meteen verzamelen om 9 uur bij de gym, want er zijn nog meer mensen die met ons meegaan. Dus ik denk dat het hartstikke leuk gaat worden. Wij zijn nu naar de westkust van Koh Samui gereden en dan gaan we onze eerste zonsondergang bekijken op het eiland. Ze heeft het zo gemist. Zo gemist. Dat betekent dat ze een markt hebben hier op Koh Samui in Lamai Beach. En het schijnt een hele grote markt te zijn met heel lekker eten. En Max en ik moeten nieuwe kleren halen, want ze zijn toegelaten om de Vipassana te gaan doen. Of Vipassana. En dat betekent dat wij over 2 weken, 10 dagen lang, dus nu is het zondag, dus we hebben nog 2 weken hier. Dus na Thailand gaan we naar Sri Lanka en dan gaan we dus 10 dagen in een klooster zitten zonder te praten of iets, maar dat ga ik allemaal nog uitleggen. Maar goed, daar hebben wij dus kleren voor nodig, want het moet allemaal los zijn. Dus dan gaan we eventjes naar op zoek en we gaan even lekker eten. Laat het zien aan de mensen thuis. Hoe jij de 10 dagen bij zit. Inderdaad, nee. Oeh, sexy.
Je weet in ieder geval dat er niemand naar jou gaat kijken, dus daar hoef je niet druk om te maken. Dat is wel een goede, toch? Ja, nee, ik vind hem wel goed. One, two, hey! Kijk eens wie de jarig is vandaag. En wat heeft hij gehaald? Hoeveel heb je er gehaald? Genoeg. Hoe oud ben je geworden? 26. 26 jaar. Je moet zien hem hier geweest thuis. Hij wordt oud. Lijkt nog maar 18. Je lijkt nog maar 18, zei je? Nee schat, die tijd is voorbij. Nou, wij hebben dus net training gehad en Max heeft net donuts uitgedeeld. En nu heb ik iets in petto. Nu? Om 11:30 worden wij opgehaald. En je zit al de hele tijd te vissen bij mij. Dat is echt irritant. Dat wordt een beetje vet. Ice cream. Yeah. Wow. Thanks to me. Some liquid petto. Milo. Tell what just happened upstairs. The lady asked, where are you going? She said, cooking. Oh, yeah. The cleaning lady. So she already told.
So far so good. Good food. Good people. Thank you for that. I'm here. Good friends, you know, to help you. Good job on YouTube. I'm here. Let's go!
Vandaag is het vrijdag en vandaag is alweer onze laatste dag op Koh Samui. En is ook onze laatste training, want wij moeten nog van alles wassen en alles. Dus wij gaan nu naar de training toe. Het is 7:30 in de ochtend. En we vinden het echt allebei super kut dat we gaan. Want we zitten echt een beetje lekker in die flow. En krijgen een beetje de feeling ervoor nu en zo. We vinden het echt super leuk. Dus helaas dat er een einde aan komt. Dan gaan we, laatste training. Let's go.
coconut saus. Je favoriet? Van de barbecue. Yummy!